Je vindt alles bijna leuk. Ik vind tante zelfs moeilijk hoor. Dit. Weer met opnames bezig voor een nieuwe serie. Hey, spieten, spetten, spaten. Een nieuwe week, een nieuwe vlog. Het is zondag en we zijn met de family. Op de pumptrek. Te gaan. Sturen! Goed zo! Oh, wat goed! Kijk voor je, ja? Oh, nog iets, nog iets! Het is blijkbaar een renbaan ook. Lekker pumpen. Het is best intensief. Het is intensief. Hey, maar luister eens even. Ik heb iemand nog niet echt zien gaan. Mij? Ja. Ja, ik heb niet de goede kleding aan. Ik wist niet dat we dit gingen doen. Wacht, lekker bezig! Romy en ik zijn op avontuur. Er schijnt hier achter dus nog een crossbaan te komen. Oh, maar dit is echt even groot. Wordt dit een fietscrossbaan? Ja, hier bovenop mountainbike. Oh, dit wordt helemaal een fietspark of zo. Denk ik dan. Ja. Echt heel groot. Nou, mooi, en dit is helemaal bedekt. Ja, super. You marry me? Yes, please! Als je Ben moet wachten. Nou, en hier hebben we dus de baan. Dan is het best klein, hè? Als je kijkt wat hier komt. Ja, dit is wel 3 keer zo groot. Zeker. Zo, dinsdagmiddag. En ik heb de auto even op mijn krik gezet. Zoals je kunt zien, ligt een mooi pijpje onder. Ik reed gisteravond weg. En die auto krijgt een steeds sportiever geluidje. Maar op een gegeven moment kwam de schaap het ijzer bij. Dus ik denk, hé, dat is niet goed. Zie je, die rommel is kats verrot geroest. Dus ik heb hem even heel provisorisch vastgetuned met een ijzerdraadje. En dan ga ik hem wegbrengen. Gaan we straks de hele rotzooi vervangen. Zie je, start ik hem even. Oh. Dat is toch niet best. Man. Het is dinsdagavond. Vanochtend waren ik en mama naar de fysio geweest. Ja, ik ben benieuwd. Wat vond je er nu, tot nu toe van? Ja. Merk je al wat? Of? Ja, ik heb wel minder hoofdpijn de laatste tijd. Nou. Maar dat kan ook van dat je niet naar school hoeft natuurlijk. Ja. En we gingen gezellig naar de markt met z'n tweeën. Ja. En nu gaan we iets heel leuks doen. Vienna zit ook achterin. Wat gaan we doen, Vienna? Ik ga haar mijl ophalen. Waarom eigenlijk? Omdat ze hier gaan logeren. Oh, vind je dat leuk of niet? Ja. Dus we gaan nu gezellig de meid ophalen. Gaan we er een gezellige avond van maken of niet? Ja, ik denk dat ze nog even een film gaan kijken. Misschien. Ja, zoiets. En ja hoor, daar zijn ze! Ja, we hebben deze spelen. Uitgekozen. Het denkspelletje dat ze allemaal heel leuk vinden. Ja. Heel veel spelletjes. Nee, maar deze ga ik niet doen. Oh, die ga je niet. En die kan niet. Zijn jullie blij dat jullie eindelijk een keer bij tante kunnen logeren? Ja. Nou, veel plezier, dames. Wacht, waar ligt Beverbennen? Wat zei je over mij? Ik wist Beverbennen. Dames en heren. Beverbennen. Ja,
beter ben. Oh, die is altijd leuk. Ja! Oh, die is ook leuk. Kijk. Zo, nou, de spelletjes worden nu ook weer eens een keer gebruikt. Yes. Inmiddels lekker hard, hè jongens? Ja! Ik heb de tv daar in de hoek gezet, dus misschien wat... Wij spelen met die unicorns. Ja, jullie spelen. Die ze in de Chocoloca hebben gemaakt. Ja, ik zou even hieronder zetten. In welke Chocoloca? Niet tegelijk trekken. Lucht. Nou, hier hebben we een filmavond. Merel, ga jij hier slapen of in je eigen bed? Mijn eigen bed. Oh, je komt gewoon even gezellig gefilmd. Veel te druk hier zo, denk ik. Doei! 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 Goedemorgen. Wij zijn hier lekker aan het eten. Ja. Elia heeft ook lekker de pyjama aan. Kiana, heb je lekker geslapen? Ja. Is die van jullie donkerder? Nou, Dennis zet nog even de puntjes op de i. Hij is aan het renderen, dus zo meteen exporteren en dan kan hij naar YouTube. Dus nog even thumbnail maken. Ja. En ik ga met de kindjes naar de speeltuin. Nou, veel plezier. Doei. Doei. Merel had even geen zin om mee te gaan. Die is lekker aan het chillen. Maar die komt zo zijn bed wel even uit. Dan denk je gezellig die meiden. Het was ook heel gezellig, maar die negentjes en neefjes zien elkaar zo vaak. Maar ja, het zijn net geen broer en zus, maar het begint er wel op te lijken. Dus ruzie maken kwam ook voorbij, hè. En jij knalde nog een keer tegen Vienna op. Ja. Dus ook nog even janken erbij. Ja. De meeste tijd is het leuk. Ja. Maar ook lekker kibbelen, een beetje ruzie maken over de spelletjes. Hoort er ook bij. Ja. Ik ga eerst zo daar en daarna Kiana. Op die kabelbaan. En daarna Kiana. Goh. Nou, dit vindt tante zelfs moeilijk hoor, dit. Hoe vond je het logeren, Kiana? Leuk? Jij ook? Ja. Nu gaan we nog even snel eten en dan komt jullie mama alweer. Ja. En morgen ben ik bij oma, dus dan zie ik jullie weer. Ja. Maar daar kan wel een dag. Jullie gaan ook mee, zeker? Ik ga mee. Nee, ja. Woensdagmiddag. Vlogje is af. Die komt straks online. En wij zijn even shoppen in Arnhem. Kiana is slaapgevallen. Ja, nu gaan we eens even lekker kijken voor de jongens. Die gaan binnenkort 2 weken op vakantie. Dus even zwembroekjes. Even belangrijke dingen regelen. Zullen we Burger King wil je weer zeker? Ja. Hè? Ja. Jongen wil altijd alleen maar eten. Eten, eten, eten. Vera heeft nog een verborgen talent. Kom. Even oefenen nog. Okay. Heb je alweer wat gekocht? Ja. Een shirt met? Een broekje. En wat staat erop?
Ja. Een vogel. Ja, laten we straks even aan de mensen zien. Nee. Hè? Er is één iemand van ons allemaal die houdt wel van shoppen. En wie is dat? Ah, jij trouwens ook wel, denk ik. Als het mooie kleren. Kunnen ze nou zelf uitzoeken. Dus, hou jij van shoppen, Lamero? Ik ook. Jij ook. Wat is jammer voor mooie dingen? Wat is dat? Angel Stitch. Angel en Stitch? Ja. Ja, maar dat hoeft dan niet sukken. Hè? Ja, nou. Ga niet gauw weg. Kom. Nee. Ga je gauw weg, Tilly. Kom. Je vindt alles bijna leuk. Weet je welke ik heel leuk vind? Mam? Ja, alles zeg je net. Maar ik wil zeker weten dat ze gassen. Zullen we dat even niet doen? We gaan tegen mama vragen of... Nee. Haak dat ding maar gewoon terug. Weet je wat het is? Dat ding zet je vijf minuten op. Dan gooi je hem ergens neer. En dan kijk je er nooit minder om. Ik ga nog wel een keer in een kledingwinkel gaan werken. Jij houdt er wel van, hè? Wat? Ja. Niet werken. Ik ga gewoon in een kledingwinkel. Alleen maar kopen. Hij doet zijn slippers aan, zijn nieuwe slippers. Ja. Eli heeft nog een zwembroek. Tweede zwembroek. Dus ik denk wel aardig geslaagd. Ja. Hij heeft een pakje. Nou, jij weet ik hoeveel kleren. Vianna heeft ook een pakje. En die gekke dingetjes. Rare dier. En ik zie mijn lieveling. Ach. Oh, welke is dat dan? Weinig, hè? Die moet je een keertje nog bijna bovenaan. Ja? Die riepen. Die is heel pittig. Echt veel. Lollies. Drop. Fijn. Echt veel, hè? Dat gezien. Jij dat is lieveling? Inzit of zo. Dat is wat je lieveling? Maat. Zure maat. Zure maat? Heb je ze al gezien? Ja. Oh? Kom dan, hè? Laat maar eens even zien dan. Zo hé, hele bak vol joh. Die stiekem eentje pakken. Dat mag nooit. Oh, wat bedoel je met pers? Dat gaat over deze lange dingen. Ik weet niet wat het precies zijn. Ik voel me net zo'n kind in een snoepwinkel. En jij dan? Deze zien wel lekker uit. Allemaal wel, hè? Ja, zijn wij gekomen. Ja, kleine kinderen, ja. Gewoon even ze allebei doen. Ach, allebei? Ja. Een beetje normaal, hè? Doe maar alleen de kleine. Wat is nou een snoepje wat je nog nooit had geproefd, wat je nu kent? Uit die zak. Weet niet. Die één af had je die meloen al een keer geproefd? Ja. Oh. Heel lekker. Lekker snoepen! Ja. Wat heb jij allemaal geproefd? Zure mat. Jij ook zure mat? Ja. Houden jullie van zuur? Mm-hmm. Ben jij Dennis? Ik heb niks gekozen, netjes hè? Ja, heel netjes. Je bent aan de lijn nu. Ja. Oké. Het is bijna zomer. Oh nee, helemaal. Dus nu moet het ineens. Ja, volgend jaar zomer dan. Ja, niet meer dit jaar. Nee, dit jaar wordt lastig. Ja. Nog een lange weg te gaan. Dennis. Ja. Oh. We gaan weer een jaar sport, verschuiven. Tassen dragen. Ja, dat is waar. Maar niet voor je sixpack. Nee, zeker niet. Gaan we zo eten? Ja, dat weet ik. Kooi. Snoepjes. Eli. Dank je. Maar was geslaagd middag de shop, toch? Ja. Het is donderdag. En dan zijn we natuurlijk altijd bij de garageverkoop. Hier ook nog wat spullen. Ik ga zo nog wat meer zomerse kleding ophangen. Maar ik ben de hele ochtend al bezig met van alles en nog wat. Donderdag is altijd wel even doorgaan, want ik zet ook dingen op internet. Maar ook vooral natuurlijk gewoon van de familie genieten. We hebben trouwens al wel wat mensen gehad. Dus zo in de zomer dan fietsen ze sneller langs. Komen ze even kijken. Dus
Dat maakt het wel nog leuker. Ja, ga maar. Wij doen even nog een leuk spelletje. Ja. Hoe heet het? Bukkenschieten. Ja, dat is heel leuk, hè? Ja, en ik weet helemaal hoe het moet. Ja, dat is eigenlijk pas voor vanaf? 8. 8. 3. Dus je moet goed kunnen tellen in ieder geval en een beetje kunnen rekenen. En we hebben 2 winnaars. Ik heb ook een keer gewonnen. Met mijn nieuwe shirt. Jammer, hè, Eli? Ja. Oh, ze hebben een nieuw shirt aan en een nieuw broekje. En die kijk maar. Oh ja, Fiana, jij moest hem ook nog laten zien. Zij heeft gisteren ook geshopt. En jij gisteren ook, hè? Zij vond deze helemaal leuk. Ik vond deze helemaal leuk. Allebei een beetje geel. Leuk. Allebei een beetje zomers. Dieren. Vrijdagmiddag. Ik heb net deze bus opgehaald. Is van een klant. Dat is een projectje voor morgen. We moeten even een audiosysteem inbouwen. Het is niet een hele grote klus. Alleen even speakers vervangen. Wel hele goede speakers. Maar dat maakt niet uit. We zijn ook blij met kleine klusjes. Grote klusjes, kleine klusjes. We zijn overal blij mee. Dus nou ja, leuk projectje voor morgen. Dan kunnen we weer iemand blij maken met een audioset van Fixpo. Zaterdagmiddag. We zijn even aan het shoppen. Momenteel bij de Scapino. Mooie shoppen. Kijk eens, daar loopt Elias. Ja. Maar staat je leuk, hoor. Ja, wel een hele warme dag. Lekker, eindelijk een beetje zomer. Ja, dus we zijn vroeg aan het winkelen en dan vanmiddag. Wat gaan we dan doen? Ik ga werken en we moeten nog dingen opnemen. Oh ja, nou. Vanavond misschien barbecuen. Nou, leuk. Lekker. Zo, wat een chique dame. Hé, hey, wat een mooi jurkje, joh. Ben je er blij mee? Nou, top. We sluiten af met een ijsje. Elias, ben je blij met dat je allemaal aan kan gaan doen? Ja. Je hebt een hele mooie zomerjas, vind ik zo. Ja, en een vest. Hey, Lamero knoeit er even alles. Goed die onderkant even likken. En Vienna, loopt ook in een nieuwe jurk een ijsje te eten? Dat is ook wel riskant, of niet? En jij dan? Komt goed. Kijk, alles drupt dan. Voor onszelf hebben we eigenlijk nog niks gekocht. Hoeft ook niet. Nee. De kinderen zijn weer voorzien. Dan gaan we eten, want het smeltje... smelt waar je bij staat. Ja. Ja. We zijn in een bos, weer met opnames bezig voor een nieuwe serie. Staat de camera al? Ja, we gaan een nieuwe serie opnemen hier. Ja, eigenlijk wel op vakantie doen hoor. Oh. Misschien hebben we daar wel iets van, mee te maken. Nou, het zou leuk zijn. Maar vandaag hebben we de eerste opnames, intro en ja, krijgen we te horen wat we gaan doen. Ja, en we hebben er mooi weer bij. Het is 33 graden, dus lekker zweten. Oké, we zijn daar lekker aan het rennen. Het is wel een mooi plekje hier zo. Zo valt via daar erin, hè? De opnames zitten er weer op. We zijn nu alweer terug aan het lopen. Ja, het stond er snel op. Ja. Julian is altijd van... snel een fotootje schieten, snel opname. One taker het liefst. One taker lukt niet altijd, hè? Nee, dit was een two taker. Ja, maar wel gelukt. Nou jongens, ook wel even lekker om in het bos te zijn. Iets koeler als in de zon, hè? Ja. Inmiddels zaterdagavond. We zijn op het tropische zwemparadijs. En we gaan lekker barbecuen. Nou, is wel gourmetten. Gourmetten, ja. In dit geval. Zomerse gourmet. Kinderen vermaken zich goed in het zwembad. Die broodjes kunnen die ook op zijn plaats halen. Nee. Zit je lekker te eten? Wat had je? Een kippetje en een hamburger. Oeh, lekker. Appelmoes. Dat is altijd goed, hè? Zo! Oepsie! Nou, het was zo gezellig, maar na zonneschijn komt bij ons altijd regen. Wat een ellende. Maar ja, we zitten hier lekker droog onder het tentje. Ja hoor. Ze hebben het ook best. Thank you.
dit was alweer het einde van de vlog. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan bedanken we jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!